Op aarde leven we samen met miljarden mensen in één stoffelijke wereld. We kunnen elkaar zien, horen, voelen, haten of liefhebben. In het hiernamaals leeft niet iedereen in dezelfde wereld. Het hiernamaals bestaat uit een aantal gescheiden geestelijke werelden die we sferen kunnen noemen. Een sfeer weerspiegelt het gevoelsleven en bewustzijn van haar bewoners. Binnen dezelfde sfeer leven allen samen die eenzelfde mate van geestelijke liefde bezitten. Wanneer mensen na het sterven in het hiernamaals aankomen, denken de meesten nog aards. Het eerste wat ze te leren hebben, is het geestelijke denken. In de geest kan men zich verplaatsen met de kracht van de gedachte. Het geestelijke lichaam is ijl en luistert naar de wil. Tenminste, als ze die wil op één punt kunnen richten, als ze zich kunnen concentreren. Het beheersen van hun gedachten valt echter niet mee. Velen denken er maar op los. Hun gedachten fladderen als vlinders in alle richtingen. Of ze denken juist aan datgene wat ze niet willen. In de geestelijke wereld gebeurt echter onmiddellijk datgene waar ze aan denken. Ze moeten dus leren om behoedzaam om te gaan met hun gevoelens en hun gedachten. Ze kunnen ook verder gaan met de kunsten en wetenschappen die ze op aarde hebben ontwikkeld. Ze zijn innerlijk immers in niets veranderd. In de kindersferen leven kinderen die jong op aarde gestorven zijn. Ze groeien hierop zonder aardse belemmeringen of ziekten. Het enige wat ze hoeven te leren is hoe ze geestelijk kunnen groeien. De moeders die hen begeleiden verklaren hun de fundamenten van het geestelijke leven. Een aantal onder hen bereikt zo in een mum van tijd het volwassen geestelijke bewustzijn. Soms worden geestelijke kinderen naar de aarde gebracht waar ze met aardse kinderen kunnen spelen. In dit spel ervaart het aardse kind dat het de geestelijke ijlheid van zijn hemelse speelkameraadje nog niet bezit. Vroeg of laat gaan de bewoners van het hiernamaals voelen dat ze alleen vooruitkomen in hun geestelijke leven wanneer ze daadwerkelijk anderen gaan helpen. Op aarde spreekt men dan van beschermengelen of geestelijke gidsen. Elk mens op aarde wordt geholpen door zo'n geestelijke gids. Ze waken over hun aardse geliefden. Doordat ze niet meer gebonden zijn aan de aardse tijd, voorvoelen ze wanneer er iets mis kan gaan. Als hun geliefden te bereiken zijn, kunnen ze dat gevoel doorgeven. Door iets concreets voor anderen te doen, groeien de geesten in liefde en bewustzijn. Ze kunnen ook in het hiernamaals als gids actief zijn, bijvoorbeeld in de duistere sferen. Voor veel mensen is het binnentreden in het hiernamaals geen feest. Ze komen niet aan in een sfeer van licht, omdat ze in hun gevoel dit licht nog niet bezitten. Ze stralen nog geen liefde uit. Hun innerlijk is nog koud en mistig. En daardoor komen ze terecht in een sfeer waar net zo weinig licht is als ze in hun innerlijk voelen. Ze beseffen nog niet dat het hiernamaals een spiegel is van hun gevoelsleven. Velen weten niet eens dat ze gestorven zijn. Ze beleven immers alleen datgene waar hun gevoel voor open staat. Lichtgeesten proberen hen te overtuigen dat ze op aarde zijn gestorven en dat ze een lichtsfeer kunnen betreden als ze zichzelf veranderen, als ze iets voor anderen gaan doen. Maar deze bewoners van het schemerland zijn vervuld van zichzelf. Ze sluiten hun denken af
voor andere inzichten. Het land van haat, hartstocht en geweld weerspiegelt het gevoelsleven van haar bewoners. Hitler, Stalin en hun soortgenoten bevinden zich in het dal van smarten. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze leven. Voor sommigen zal het miljoenen jaren duren voordat ze tot de sferen van licht zijn opgeklommen. Eerst moeten ze hun duistere karaktertrekken afleggen en hun verkeerde daden goedmaken. Maar ooit zullen alle duistere sferen oplossen en zal iedereen het licht uitstralen van geestelijke liefde en wijsheid. De sferen van licht en duisternis die bij de aarde behoren, geven de bewoners de mogelijkheid om aan zichzelf te werken en zich een universele liefde voor al het leven eigen te maken. Naarmate ze meer liefde voelen, zullen ze meer licht uitstralen en ook hun geestelijke omgeving zal dit licht weerspiegelen. Wanneer ze het gouden licht van de hoogste sfeer van licht uitstralen, zijn ze klaar om verder te gaan. Ze dringen dan dieper door in de stoffelijke en geestelijke wetten en maken reizen van tientallen jaren om al het leven te leren kennen en lief te hebben.